Op maandag 19 maart start het nieuwe seizoen van de Kleedkamer met Ruben van Gucht. Tijdens het derde seizoen gaat Ruben van Gucht niet op bezoek bij voetballers, maar wel bij wielrenners. Dat is op zich een grote ommezwaai, en ook weer niet. Ja, goed samengevat eigenlijk. Wij gaan een nieuwe reeks van de Kleedkamer uitbrengen binnenkort, vanaf 19 maart. Maar het is voor de eerste keer met coureurs. Dus we hebben we denken dat we de beste voetbalverhalen, toch voor een hele reeks, dat die even verteld waren. En nu zijn er de coureurs en ja, in België is koers even groot dan voetbal, dus dat kan geen probleem zijn. Dat de liefde van Ruben van Gucht voor het wielrennen groot is, is geen geheim. De verste kinderdromen of herinneringen gaan terug naar ik en mijn grootmoeder, kijkend naar de Ronde van Frankrijk of kijkend naar de Ronde van Vlaanderen. En ja, koers is altijd de grote passie geweest. Een programma valt of staat met de namen van de gasten. En die zijn echt wel indrukwekkend. Heel veel grote namen. Dus er zijn altijd 36 mensen dat passeren. Dus dat is redelijk veel. Het concept is 4 mensen aan een tafel en 2 portretten per aflevering. We hebben alle grote Belgen. Maartens de Vlaming, Bonen, Museo van Petegem, Nuijes, noem maar op. En qua buitenlanders ben ik ook eigenlijk wel best trots op. Bartoli, Bugno, Argentin, Ries, Bogert, Dekker, Hinkepie, Weinsteins, Wezeman. Mensen die het wielrennen kennen weten nu wel ongeveer hoe laat dat is. Francesco Moser, ik zou hem bijna vergeten. Allemaal bij die mensen thuis mogen gaan. En ik vind dat wel een eer, ja, dat die zeggen, maar ja, een Belgische tv-ploeg, kom maar af voor een dag of 2, 3 naar mij thuis. En ja, je mag mij volgen in mijn leven. Hij zegt, neem die een van Erik, je moet dat niet zeggen, als je gaat. En toen heb ik nog 18 wedstrijden gewonnen op 21 bij Donderbeginneling. En dan ben ik natuurlijk ook beginnen crossen met samen met Erik. En dan kreeg ik een fiets of 2 van mijn vader. De opnames van de Kleedkamer vinden niet plaats in een of andere donkere kleedkamer. De ploeg van de Kleedkamer heeft heel mooie locaties gezocht en gevonden. Ja, we zijn uit de donkere kleedkamer gekomen. Hè. Ook een upgrade eigenlijk wel bij de reeks. Het heeft zo allemaal iets meer licht nu. We hebben ook dronebeelden die we voor het eerst nu gebruikt hebben. Dus dat geeft ook wel extra. Maar we zijn voor elk groepsgesprek naar een speciale locatie van de koers geweest. En dat betekent in concreto, voor Milan Sanremo hebben we op de Poggio gezeten. Voor Gent-Wevelgem op de Kemmelberg. Voor de Ronde van Vlaanderen in de kapel van de muur van Gerardsbergen. Voor Parijs-Roubaix in de douches van Roubaix. Voor onze goldrace zaten we in het stadhuis in Maastricht. En voor Luik-Bastenaken-Luik zijn we in een oude verlaten staalfabriek aan de boorden van de Maas gaan zitten. Dus ja, dat gaat zeker fotogeniek zijn. Begrijp je dat sommige mensen zeggen dat je onbetrouwbaar bent? Ik ben zeker niet onbetrouwbaar. Dat, is, dat kan zijn. Dat is, ze zeggen ook dat ik iemand was die bij de vrouwen liep en zo. Maar ze hebben nooit niets gezien. Hoe kunnen zij dat dan zeggen? Hè? De Kleedkamer met Ruben van Gucht. Vanaf maandag 19 maart, 6 weken lang op Canvas.